Mijn naam is Mark Charlier en ik ben een van de trotse medewerkers van BCT die u mag leiden naar de openingsplechtigheid. En ik heb mezelf afgevraagd waarom zouden ze mij nu hiervoor gevraagd hebben. En als u naar mijn haren kijkt, dan begrijpt u dat ik beslist niet de jongste bediende bij BCT ben. Dus wellicht willen ze ook iets horen over de 30 jaar dat BCT inmiddels bestaat. En heer, ik tel af van 3 en dan vraag ik u door een druk op de knop ons pand te willen openen. 3. Ja, dat gaat heel snel nu. 3, 2, 1. BCT verhuist naar Sittard. BCT, leverancier van softwareoplossingen voor Enterprise Management Information. Het bedrijf neemt zijn intrek in het voormalige gemeentelijk bestuurscentrum, in de volksmond beter bekend als de Zwarte Doos. Staan, dus ik wil wel altijd terug kunnen naar de gegevens die ik ook had staan, nieuwe gegevens, alles is tabblad georiënteerd. De gemeente Sittard-Geleen is zeer te spreken over de komst van BCT naar Sittard. BCT past uitstekend bij de dynamische en innovatieve karakter van onze gemeente. BCT begon als klein Zuid-Limburgs onderneming. Inmiddels werken er 200 mensen. BCT is behalve in Sittard gevestigd in het Belgische Lanaken en het Duitse Aken.